Ja, ik ook best wel goor. Nee, maar heel veel mensen vinden dat gewoon lekker. Vind jij dat lekker? Nee, ik niet. Ik zeg sommige mensen. Ja, maar misschien ben jij daar wel een van. Nee. Het is echt zo'n rushers map dit, godverdomme. Oké, okay, hij pleegt zelf, maar dat is goed. Ik ben blij mee dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Dan leef ik nog een dag. En hij niet! BAM! Oh! Hij schoot op mij, ik kijk naar hem, BAM! En we hebben elkaar. Top. Hij had mij en ik had hem. Met de boys AT rifle. Zonder de boys AT rifle had ik het niet kunnen redden hoor. Oké, ik heb een Churchill. Ik ben een Churchill. Dus ja, ik ga ook een heel... Flikker op jij. A-homo. A-homo? A-homo. A-flesje. Rusland is eigenlijk ook super goed met de Wharton Red Tanks. Yes, hè. Rusland? Ja. Ja, tuurlijk is Rusland goed. Wat dacht jij dan? Nee, ik dacht niet dat hij niet goed was, maar eigenlijk gewoon... Rusland vind ik eigenlijk echt gewoon... Denk ik wel even chill als, hoe heet het... Ik heb met Rusland meer kills dan dat ik ooit met Duitsland heb gehad. Ja, omdat je alleen maar met Rusland speelt, dikzak. Nee, helemaal niet. Nou. Je speelt fucking veel met Rusland. Ja. Hoe heet het? Ik heb denk ik ongeveer evenveel met Duitsland gespeeld dan met Rusland. Jij wel, stinky. Pix, jij mag niks zeggen. Jij speelt geen woord in de... Hang water! Ga sterven, nu. Sterftijd. Ik ga weer voor het ding staan. Weet je wat, fuck ja, jou. Ray, wacht, ik zit recht achter je. Daar staat iemand. Ja, geef me gewoon. Oké, hou jij even mijn flank in de gaten. Mm-hmm. Ik wil ze proberen mee te snipen, man. Ik schuil achter jou, ik ga achter jou schuilen. Kun je daar even naar binnen schieten? Lekker. Hij is nog niet dood. Hij is nog niet dood. Maar nu wel. Oh, enemy kill assist. Goed zo. Hou jij mijn achterkant in de gaten? Ja, ik reload even en heal even. Oh, dat bedoel ik. Daarom moest je opletten. Dat was je zijkant. Ja, dat bedoelde ik ook. Dat was niet je achterkant. Oh, dat het was maar echt een... Oh, ik was gekilled. Ik ben in de rug gestoken. En je reed hem dood. Hij is nog niet dood. Eentje wel, maar je hebt... Hij staat bovenop! Ja, er was een andere. Er staat één bovenop, denk erom. Ja, die is... Oh, jongen, hij heeft een shotgun. Hij one-shot mij. Ik kan niks. Ik kan jou niet repairen of zo. Ik kan niks doen voor je. Je bent zijn dood opgeschreven. Ja, hij probeert dat ding in de fik te zetten. Ja, maar ik kan... Hij staat zelf in de fik. Ja, ik kan niks voor je doen. Oh, let's go! Ik spawn de bom vinden, ik schoot hem in zijn been. Denk erom! Tank daar! Ja, ik heal je! Hij hit je alleen heel hard. Ik ben sniped. Epic. Ik ben in de rug gesniped. Bam, hij is tenminste dood. Gast, wat is dit voor chaos hier? Als je me even helpt, dan... Ik ben dood. Goed. Ik kan binnen 4 seconden spawnen. Als je dan nog leeft. Oh, bijna. Nee. Oh, ik ben dood. Lung mine. Dat is beta games dan ook. Gaan we snipen? Mhm. Ik ga bij A spawnen en dan ren ik door, zeg maar. Dan ga ik toch lekker parkour doen. Ja, doen.
Hi. Hallo. Headshot. Heb je nog die app gekeken? Nog een keer headshot. Wat is dit? Wacht, dit is niet wat ik wou. Dit is fucking... Yes, ik spam bij jou. Yo, klep iedereen, man. Ik heb 3 man geheadshot achter elkaar, zonder te missen. Man, ik heb ook iemand. Was je slecht, puppy? Ik zet even Marie. Oh, ik lag. Oké. Nog iemand dood? Oh, jij, als jij hem had gemist, had ik hem. Oh, daar snijpt iemand op jou. Oh, hey, tank! Ja, dat bedoel ik. Lekker hoor. Vol die tankkogel in onze kop. Ja, ik ben nog gerevived door iemand. Oh, laat maar. Die is net ook geschoten. Ik span op mijn respawn beacon. Die ik niet had? Ja, die had ik. Oh nee, die heb ik niet geplaatst. Dat is heel kut. Oen. Oh, jij is sukkel. Oh, die tank schiet hier nog steeds op. Ido is een sukkel. What the fuck? Ik heb iemand met pisteltje. Oh, hij zat achter me. Zo, ik knal iedereen hier af. Ik hou voor in de gaten en jij houdt af. Nog één dood? Ik heb 5 kills gemaakt of zo. Omdat ze allemaal langs me heen liepen en ik schoot ze allemaal in de rug. Ik ben een tank. Dit was zo mooi, jongen. Ik ben een tank. We gaan weer naar. We gaan eerst even naar A en daarna naar C, oké? Okay? Ja, ja, is goed. Kom. Ja, ja, ik spam pas bij jou als jij een beetje dichtbij bent, voor je spul. Zo, gast, ze hebben alles. We worden geklept. Ik spam nu alvast bij jou, kan anders toch niks. We moeten naar A, kom. Go, go, go. Er zijn nu seasons in Egg Wars. Of zo. Ja. Wat de hel is dit dan? Oké, deze man is erg. Kut, man. Deze man heeft Egg Wars 1 dag 19 uur en 51 minuten al lang gespeeld. En mijn 18 eieren gebroken. Ik heb die panzer 38 gebroken. Die man is slecht. Wat zijn mijn stats? Heel veel mensen hier. Oeh, au, au, au. Heel veel. Au, ik ben door 4 man gelijk tegen de kop geschoten. Hij staat bovenop me. Hij staat bovenop me! Ja, er zijn meerdere mensen daar, gast. Fuck veel. Kuddelung, man. Echt, die vieze lul. Ik repair je. Oh, ik word weggesnijd. Leng mine, van rechts! Ja, ik ga dood! Ik hier best wel hard ik kan. Achter je! Ah, net niet! Ik schoot hem 3 headshots, hij leefde nog. Medo, je bent eng. Ja, hij is gewoon Mongolisch en heeft ziektes. Ja, merk ik. What that could happen in a few years. Dutch Antilles War. Waarom? Ja, het kan wel. Wat is er dan? De Nederlandse Antilles, dus weet je wat het is? Ik heb geen flauw idee, gast. Dat is Nederland met de eilanden die Nederland beheert, zoals Curaçao. Oh nee, niet Curaçao. Jawel toch? Jawel, Curaçao. Ja. Curaçao, Bonaire, die eilanden. Die eilanden, dat zijn de Nederlandse Antilles. Dus gewoon eigenlijk het Nederlandse Rijk. Maar, die tegen Venezuela vechten.
En dat is ook weer? Venezuela. Het goedkoopste land ter wereld. En het land met de meeste criminaliteit. Oh. Dat is dus de reden. Gast, 1 liter benzine kost daar 20 cent. En hier 2,40. Nou, niet meer. Het is wel wat goedkoper geworden. Ja, 2,20. 2,10. Diesel kost 2 euro of zo per liter. Nee, maar eerlijk. 20 cent! Ja, jongen. Oké, kom, we gaan. Pak snel, pak zo'n auto. En dan gaan we op een tactische plek liggen, oké? Als sniper. Oké? What the fuck? Ik ben een sniper. Ja, maar kom, dan gaan we naar een tactische plek. Kom eens hier. Stop eens. Hier, lik mijn schep. Ah! Kan je even je bek houden? Ik zit nee, met je passing, longling, ping. Kunnen ze hebben weer de Eggwars menu veranderd. Oh mijn god. Sing song, ja, sing long ming. Ping pong chang. Tang ting ti poepa. Ah ja, maar dit kunnen saai. Pong ling sing ming long kong long ching. Pong kang king kung ke. Yes sir. Ik sta nog steeds gelijk. Kijk, ik sta gelijk nog. Yes sir. Kom hier. Dit is een auto! Dit is een auto! Nein! Dit is een auto, kom in! Kom in, mijn vrienden! Oh, ik ben gekillt! Kom in, mijn vrienden! Kom in, dat auto! Ik ben dood! Pisa, feuerlaat! Mogol, haast je bek! Revive mij, Japaner! Dankjewel, vriend! Ich starb vom Verkjappen, Eier schieben sich in Deutschland auf dir. Heide. Zogenaamde El Sherman in me bekken. Dat was het. Yo, ik heb zin in vakantie, hè, Mattie. Edo, yes, right, man. Hallo, mijn vriend. Kannst du herkommen? Kannst du herkommen? Ik lig al naast je, dikke. Oh, lekker. Oh. Kannst du in mir kommen? Oh nee, dat is niet Japans. Xing Xiong Ling Lung. Ling Pong Ming. Lang Xing Pong Mong Ming. Oeh, Lang Ling. Ja, Poepie Klang Klang. Klanky Klonky. Punky Pak. Hier kun je wel gewoon in me staan, omdat hier zo'n rand zit. Kijken. Pang Pang. Pang Pong Pling. Plink Plinky Plong. Pang Pang Pang. Oké, dit is het dubbele snipernest. Ja, maar dat is, niemand is daar. Kijk hier. Tank, Sherman! Ik heb de Sherman! Limbo! Eruit, weg! Opflikkeren, zwieberen, alles. Oh, daar nog een LTV-tank. Zie je daar, op die boot, zit iemand. Kijk daar, een LTV-tank. Oké, uit! Ah! Oh, dikke! In de bunker! Kom hier! Kom hier! Jij moet een lesboeka in! Zo! Hij zit een Maya op ons, jongen. Kijk, die type nog wat tank. Ja, die maait hem. Ik heb Git. Ah! Oh. En hij is dood! Ja, kijk! Kom, we gaan in de bunker. Dan komt die auto van. Dan komt die tank van de boot af. Kom. Wacht even, ik ga heel veel blijven kijken nog snel. Kijk daar! What the fuck? Waarom spreekt deze mevrouw Duits? Oh, de tank ziet mij. I'm gonna call him. Waar? Ja, hij is gecamoufleerd. Hij schiet op ons. Waar is die tank? Ja, die is heel erg gecamoufleerd. Je ziet hem niet zo goed. Hoeveel damage doet zo'n doen wij? Ja, niet zoveel. Ik heb ook niet de goede kogels erin zitten als het goed is. Hier, daar zit een gepanzerde. Het is de Sherman daar. Ik kan me flat. Waar? Ik heb recht van mijn neus. Waar ik naartoe aim. Oh. Edo's blind. Oh, die schiet op ons. Oh, vol kocht in mijn nekken. Oh, dat deed pijn. Ja, dat had ik ook. Dat je nou bij zo'n met zo'n granaat niet dood bent. Ja, nee, wij werden niet volledig geraakt, hè. Zo, hij schiet op mij, jongen. Wee! Hier, die plane, moest je opletten. Oh, jammer. Stefan, ik schoot hem raak. Ik ook. Bam! Stefan, hij staat dan op ons neer of zo.
Daar, een auto! Al een tank! Auto. Vroom vroom, motherfucker. Een hele snelle. Ik zag hem daar. Oh, die Sherman ziet mee. Ook zie je tank. Auw, ik zit in een andere bunker. Waar? Ja, een stukje verderop weer. Oh, ik kom eraan. Ik ga er. Ik kan hem al niet meer hitten. Daarachter, help! Een tank hier. Gaat hij echt voor jou? Nee, hij staat hier gewoon. Ik zie hem niet. Kom, waar kunnen we hem bestoken? Hier, gewoon bij onze beacons. Kom nog een. Oh, ik zit uit de combat zone. Oh, ik zie hem. Zit er ook bloed op mijn rifle? Ik heb hem gehit vol. Zit ook bloed op mijn rifle. Ik ben dood. Je ziet ook goed. Nee, ik niet. Ik zit veilig. Help! Help! Ja, hoe dan? Hij schiet op mij. Oké, span op je beacon. Span op je beacon. Wat is dit nou weer? Oh, ik heb... Oh, je kon een tank worden, maar... In ieder geval, ik ben een vliegtuig. Kom. Ik ga hem bombarderen, oké? Okay? Ping hem. Ja, wacht even. Oké, okay. Ik ga hem bombarderen. Kut, mijn beacon is weg. Echt? Ja, hij is gewoon gedespawned random. Oh, is het opeens weg? Ik zie hem niet, waar is die? I know I can't. That is so tired. Jesse. Je kan nu zelfs je ei upgraden of zo. Met iets met blindness en alles, en weet ik veel. Ook zie hem, hij rijdt daar. Ja, je kan echt je ei upgraden of zo. Oh, de heide. Ik heb hem gepinkt. Het is eigenlijk heel onrealistisch. Zoveel carriers hadden de Amerikanen niet in de Pacific. Ik heb ze track gedisabled. Ik heb hem al gepinkt een keer. Als ik mijn Ola zie, ben ik hartstikke dood. Oh, hij schiet mee. Oh, hij rijdt hier! Help! Ik ben dood. Ik ga eruit springen, ja. Ik heb ze trek kapot gemaakt. Ik ben gewoon oud. Ik ben doodgevallen. Zo. Oh, mijn nek ligt lekker in een deuk. Arcanus heeft mijn beacon nog gemold. Ja, mijn beacon is ook weg. Ja, maar ik had zijn ding. Ik had zijn trek. Ik kreeg er echt 50 hit voor of zo. Snel, Jesse, rennen! Oh, ik werd gesniped. Jesse, rennen! Ja, waar is die tank? Oh, daar is die, ik zie hem. Ik zie zijn logootje. Ja, hier. Oh, hij ziet mij! Hij keek echt deze kant op. Oh, hij kijkt niet meer volgens mij. Ik zie hem niet. Oh, hij rijdt hier. Oh, ik ben gekild door iemand met een Lewis gun van een eentje verderop. Je kan bij mij spawnen. Ik zit hier in de bunker. Dit is een bunker, kom! Hier zetten we onze... Ja, daar kunnen we de beacons neerzetten. Oh, en hier is ook... Ik hoor ook een tank. Hier buiten. Daar wou ik hem neerzetten, dikke lul. Ik zie hem. Ik zie hem, het is een tiger! Kijk uit! Tiger? Ik lig een stukje, revive me! Ik lig een stukje verderop! Help! Help! Ik kreeg die kogel recht tegen mijn bek aan! Ja, tiger volgens mij. Dat kan toch niet? Ik zweer, ik zag tiger. Of ik heb ziekte, maar... Of, ja nee, voor mij keek ik gewoon slecht. Niet bouw, klootzak! Sure. Oh, je ziet mij! Weg! In de bunker! Oh! Ik weet niet. Oh, hij schiet in de bunker. Oh, hij schiet op de bunker! Oh, ik ben vol git!
Ik heb hem critical hit. Hij is niet zo blij. Zou je denken? Oh, hij ziet ons in de boek, hij rent ons toe, hij rent recht ons toe! Tikking, tikking! Hij staat daar! Hij staat daar! Wat deed jij? Wat maakte jij voor geluid? Hou op! Jesse, blijf daar! Blijf uit combat! Help! Ouders, oh, is er hier! Yeah! Hij heeft een beacon kapot geschoten, wat een eikel! Oh, hey, yo, kill hem! Ik reed! Bijna! Hij was bijna dood! Hij was bijna! Er dus schoot ook nog een tank in je rug. We moeten dit weer gaan doen, gast. Ja, we gaan hem irriteren. Motherfucker, ja, je moet één op zijn trek, want als je die kapot hebt, jongen, dan is hij de lul. Ik ben een vliegtuig. Ik zie een tankje. Ik ben een vliegtuig, dus waar... Ping waar en ik drop me. Ik heb gepinkt. Pik! Oh, ik ben gezien. Ah, hij heeft me gekillt, Sherman. Ik zie hem niet meer. Ik heb twee keer volledig de C-git. Alakbar. Ja, eentje was vol raak! Maar ik heb klein, hele kleine bommen. Ja, dat zag ik. Huh. Yo, die hele plane glitched. Zo, maar die kijk, boys staat wij achter staan. Maar... Ik weet niet. Of Mico wou het me gewoon niet vertellen, of hij was gewoon zo dom dat hij het echt niet wist. Dat kan ook, een van de twee. Ik denk dat laatste. Hij is wel een beetje een domme jochie. Ja, maar misschien moest je er wel echt een challenge voor doen, maar misschien had je die al gedaan ofzo, zonder dat je het wist. Nee, maar hij zegt dat hij niet wist hoe, dat hij hem in één keer kreeg. Dat kan niet, je moet hem kopen. Maar toen ik gewoon bij dat ding was, kom, we gaan snel naar de bunker. Onze dingen nu zitten. Kijk, oh, die is kapot. Is het? Laat maar, hier kunnen we ook in. Hier kunnen we ook in. Nee, ik kan hem repareren. Ik kan hem repareren. Kijk, je kan met zand zakken. Kun je hem dichtmaken? Ja, oké. Okay. Maar kijk, doe dan ook deze buitenkanten. Buitenkantjes, hier. Want dan kunnen we daar schuilen als we erin moeten springen. Maak deze dingen ook. Wacht even. Kom. Maak dit ook. Wat een Mongolische brul-aap. Jonge. Ik ga even een stukje verder opkijken hier. Oh, ik heb mijn beacon niet eens neergezet. Sukkeltje. Zeutje. Wat een sukkel, ik zweer. Gaas, deze kogel, dat is echt een... Hoe dik is dit ding? Hoe dik wat is die loop? Dat ding wat is denk je waarom je moet liggen om dit ding te schieten? Omdat hij anders gewoon... Hij is veel te zwaar. En dan draagt hij mee. Dat ding kun je anders niet stilhouden. Je moet ook best wel ver omhoog aimen als je een eindje wil schieten, want die kogels dan te zwaar. Ah, het is gewoon bijna een raket. En we hebben verloren. Zwaar verloren. Kijk, een major defeat. Nou, wat gingen we nu doen? Minecraft of zo. Nee. Want ik kan ongeveer nog een half uurtje. Ik maak even deze potje af. Nee. Ja, nee. Ik ga beneden het programma kijken. Oké. Okay. Nee. Jij gaat de laatste dag. Ik hoop wel echt dat het leuk wordt. Nee. Jesse, hij gaat de laatste dag nou niet in de sla. In de Duitse anus likken. Ik dacht Minecraft. Die survival. Ja, Minecraft, ja. We gaan pixen, lappen.
Alleen jij mag dat. Wat? Wow, ja, nou maar nou ga ik jullie dingen noemen, hè. Wacht even, er komt... waarom? Wacht even, er komt iemand even aangekakt. Leg het eens even uit, jongens. Wat hebben jullie gedaan? Oh, Pix, leg uit waarom Nina... hoe heet het? Ja, gaan we lekker haar erbij betrekken, hè, sukkel. Nee. Is ze echt in de fort? Wat een sukkel! Nee. Pix, ik bedoel van leg aan Jesse uit waarom Nina te vertrouwen is. Dat bedoel ik. Oh ja, kijk, want Nina is Nina en... Hihi! Waar is donkerblauw? Mag ik het dan vertellen? Ja, oké. Okay. Klein momentje. Nou, ik vertel het wel. Daar is een ei. Wat is er dan? Nou, ik vertel het wel. Wat is er? Pix, ik vertel het wel. Ja. Wat is er? In ieder geval... je weet toch wel Nina? Ja. Wacht, Pix, mag ik het vertellen? Ja, je mag het vertellen. Maar wat is er? Je kent Nina toch wel? Ja, Pix was dus aan appen met Nina. En ze hadden dus een gesprek over, ik weet niet precies wat, over crushen of zo. Wacht even, hou even je mond. Wacht even. Mikken. Oh, hij heeft een boog. Hij heeft mis volledig. Kutzooi, ik ben er klaar mee. Maar in ieder geval. Godverdomme. Maar in ieder geval, ze hadden het dus van, ik weet niet precies, maar op in ieder geval op wie ja, kijk, luister, ik vertel het wel. Kijk, ze had dus een screenshot gestuurd van de chat en heeft dus naar die persoon al gestuurd. Waar wij het dus over hadden. Ja. Oh god. Yo, ik zou wel echt in elkaar slaan, gewoon. Maar uiteindelijk is het wel goed gegaan met die persoon waarnaar ze het heeft gestuurd. En wie is dat dan? Jamel! Ja man, nee grapje. Een moslim. Maar toen Pix kwam erachter van, oh ja fuck, een moslim die mag niet met het eigen geslacht. Nee kijk, weet wat was? En gewoon op een van de laatste weken of zo, toen had ze pas die doek op of zo. Toen dacht ik van, oh wacht. Meen je dit? Wacht, maar misschien vond ze het ook wel leuk om een doek op te hebben. Nee, maar ze is echt dat, hè? Weet wel. Hoe weet je dat? Ja, uiteindelijk kwam ik daar ook achter, want... ja. Ze heeft het ook zelf gezegd. Onkernokkel, Penispaladijn, Twan van Peperstraten, Paardenpijper. Yo, piskneus. Ja. Pop top when you go game, just a little bit of pop top when you to go. Maar ik weet het wel. Doe ready. Doe online. Ja man, doe ready. Online. Jesse, doe ready. Doe ready. Ik heb een opstart glitch. Jesse, doe ready. Doe ready in Minecraft. Ik sta nou de wereld op, ik zit er nou in. Ik heb zo'n opstart glitch, dat duurt bij mij wat langer. When you go game, just a little bit of pop top when you took on. Yes, it is dick. Oh, wacht, dit is van mijn main account. Nee, dat mag niet. Waarom krijg je... Edo heeft een kip ingebroken. Wat hè? Kijk, een kip. Is dat het is nacht. Kip! Is dat ons huis? Het is Mr. Chicken. Nee, niet doen! Niet de kip doodmaken, daar ben we echt omheen. Oh. Hebben jullie wat toortjes voor mij? Nee? Oké. Okay. Yes, hè? Nee, yes, hey, ik had het. Hey, oh shit, hier is de familie. Oh fuck. Oh.
Yes, hè? Geen verdachte. Yes, hè? Kan jij misschien ook wood gaan hakken? Ook wood? Ja, heel veel. Een stack of zo. Yo. Ja, maar zoveel is het er niet eens. Nee, maar gewoon. Of in ieder geval hak een nieuw geplante boom of zo. Ik hak deze boom hier wel even. Of je doet maar iets. Hebben jullie wat kool voor mij? Nee, dat heb ik zelf ook heel weinig. Oh, okay. Of valt bijna niet. Ja, die boom is er nog in is gegroeid. Oh, maar dan zoek je maar even een paar. En dan zoek je maar even een paar? Ja! Yes, hè! Ik laat hem even peaceful staan totdat we al ons huis af hebben. Ja, en daarna gaan we hem... Yippie! Edo, hier. Wat? 5 logs. Wow! Ah, het is tenminste iets. Daarom kunnen we iets verder. Ik heb wel shit nodig. Wat wou ik... van wat wou ik weer mijn shit maken? Nou, het is nu alweer op. Je hebt kool nodig, toch? Ga houtskool maken dan. Nee. Vind je het huis mooi nu al een ik beetje? Ik vind het zeker mooi. En dan gaan we zaterdag beneden allemaal kamers nog maken en zo. Ja, gewoon die wegen in het midden, die leiden naar allemaal verschillende dingen. Ik denk dat we nog een kleine farm gaan maken. Gewoon 2 kippen, 2 schapen, 2 varkens, dat hè. We gaan ergens een kistenruimte maken. We gaan denk ik een split... Maar nog gaan een we die kistenruimte wel verbergd houden of zo? Maar dan Oh, ik heb een idee. Nou. Ik heb een heel goed idee. Je moeder? Ja. We gaan ergens een geheime hendel of zo doen en dan gaat het open en dan kom je in onze kistenruimte. Is wel leuk. Ja, is wel een leuk idee. Oh, Pix. Een geheime knop of zo. Pix? Goed idee, hè? Ja. Mhm. En dat was trouwens niet, hoe heet het, bedoeld. Misschien klonk het wel zo. Wat? Misschien klonk het wel heel erg sarcastisch. Maar dat was het niet, hoor. Oh, ik heb een oak bij hem gevonden. Dat zit ook een stukje verderop. Oh! En dat zit naast de jungle bij hem. En heel, dat zit ook naast de pillager tower. En waar zit nog meer naast? Ook naast die witte bomen. Ik heb en cool. Naast een desert. Ik zit te x-rayen, dat vinden jullie niet erg, hè? hoe je me vroeger altijd probeerde wijs te maken dat je een hacker was. Waarin was ik dan een hacker? Oh ja, ik zei toen altijd dat ik mensen ging hacken op een telefoon of zo. Ja. Edo, geloofde jij dat ook nog? Volgens mij wel. Nou, weet je wat het meer was? Het was niet echt per se dat ik haar geloofde, maar ze zei het hoe heet het? Zo vaak. Overtuigend. Ze zei het zo overtuigend en zo vaak dat ik het op het laatst wel dacht van, misschien zou het wel kunnen. De eens wat ik deed was mods installeren op een telefoon of zo. Dat kan iedereen. Ja. En ik... Wanneer iedereen overtuigde dat je een hacker was. Is een van jullie ooit geboot? Gewat? Geboot. Wat is dat? Ja, dat is dat iemand je internet eraf gooit. Nee, volgens mij niet. Ik wel. Ja. Ja. Nou, lekker. Ja, dat was dus ook iemand die ik niet geloofde, die zei dat hij dat kon. En die komt echt. Nou, interessant verhaal. Ja, top. Scheelt trouwens geen mensen te komen, Eagle. Oh, hoezo dan? Wie heeft dat gedaan? Dat is echt top. Hij begon al te dreigen. Ik zei, ja, doe dan, Duffy, kun je niet. Kon die wel. Ik weet niet hoe ze het doen. Die haal je IP of zo achter en weet ik het allemaal. Nou, lekker. Edo, ik heb al pijn aan mijn oren door mijn moeder. Oh, kan je dat gewoon niet doen? Wat heeft hij gedaan? Schreeuwen. Zo, mijn moeder is een I. Mijn moeder is een I. Mijn moeder is een man. Mijn moeder is een I geworden. Een I? Ja, een I.
Mijn moeder is een man. Ja, weet je nog? Jij ging gek schreeuwen tegen mij. Heb je het verdiend? Nee, ik heb het niet verdiend. Ik ben zo'n aardig kind. Ik word gewoon mishandeld thuis. Nou. Misschien is het dan een beetje. Ik moet mishandeld of zo. Ik ga de kinderarts bellen. Arts, ja, de kinderarts. Ja, de kinderarts, ja, sowieso. Nou, dat vind ik niet zo, niet zo beleefd van jullie. Ja, de kindertelefoon bedoel ik. Oh, de kinder... Ik heb een keer... Ik heb zo vaak de kindertelefoon gebeld, hè. Ik ook. Als je bij de kinder... Als je bij... Ze zeggen dat ze dat je gewoon bij je kindertelefoon McDonald's kan bestellen. Kan het ook, of niet? Nou, we hebben het zo vaak gedaan, maar nooit gekregen. Dus ik denk het niet. Oh, jammer. Gewoon, je kan gewoon zeggen... maar weet je wat bij mij was altijd, hè? Toen ik te belde met mijn vrienden. Altijd stond ik gewoon een kwartier in de wacht, hè. Ja, stel voor zo'n kind dat bijna gemishandeld was, weet ik veel wat of zo. Sta je gewoon even met zo'n wachtmuziekje. Terwijl je vader gewoon in je deur probeert te komen en jou helemaal op elkaar wil schoppen of zo. Sta je daar gewoon rustig. Zo'n kutmuziekje. Ik snap nu, hoe komen ze überhaupt aan die kutmuziek? Edo. Wat? Edo, wacht hier. Stek. Wanneer je blij bent met een stek hout? Het was ongeperst hout, dus het is heel veel. Oh. Ongeperst? Wanneer je ziektes hebt. Ik vind het ook zo mooi, hè? Ja. Edo, je bent gewoon knap, snap dat zo? Ik vind je gewoon lekker. Pardon. Pardon. Waarom zei ze dat? Papadon. Papa Mico. Ja. Laat me met rust, alsjeblieft. Ik had het al eerder gezegd, maar toen... Oh, mooi. Met al dat was... Godverdomme. Oh, kijk, nee. Gewoon hou back, alsjeblieft. Oh, Papa Mico. Oh, Papa Mico. Oh. Ja, Pix. Dan had je maar niet Papa Mico moeten zeggen, altijd. Ik doe dit niet zo. Daddy Mico. Daddy. Zo. Ik heb hem dingen verteld. Ik heb het gemerkt. Daddy Mico. Hou gewoon je cutback. Nee, Daddy Mico. Ja, dat was het. Niet Daddy Mico. Daddy Mico? Als je mij wilt pesten, moet je het wel even goed doen. Daddy Mico. Kijk, nu doe je het goed. Oh, ze zei dat zoveel, hè? Ja. Waarom? Gewoon. Goed. Weet je hoe ik eigenlijk op ben gekomen? Heb jij ook nog, hoe heet het? Heb jij, Jesse, heb jij nog, hoe heet dat? Steen. Nee, Dark Metaal. Ook niet gezien, daar, in dat open bos. Dark ook niet. Dark ook niet? Nee. Heb jij ergens dichtbij nog Dark Oak gezien? Want ik heb echt Dark Oak. Dit is Spruce. Nee, dat is weer. Het moet echt donker zijn. En dan sluit Pix toch gewoon even in elkaar. Ik denk niet dat ik kleurstof afgeef. Ik kan het proberen, maar. Ik geef geen kleurstof af, volgens mij. Wel. Nee. Zou je denken? Ja. Geef gewoon even de Michael Jackson. Ik vind het ook super grappig. Ja. Michael Jackson was zo eng, jongen. Nee, maar hij was toch ook zwart of zo? Ja, hij was echt zwart, ja. Ja. Hoe is hij wit? Een huidziekte. Je kan dat weglezen. Een huidziekte. Nee, geen huidziekte, jongen. Hij had een huidziekte! Ja, weglezen. Dat kwam doordat hij niet meer zwart wou zijn. En nee! Okay. Jawel! Hij had een ziekte, waardoor al het pigment uit zijn lichaam verdween. Nee, waardoor hij helemaal wit werd. Nee, serieus niet, Jelly. Jawel! Nee! Wacht, dus je kan gewoon dus van team switchen. Ja. Hi, oké. Okay. Je hoeft niet meer bij de monkeys te horen, per se. Oh, top. Nog een manier om racisme te beëindigen.
Ik zie paard, ik heb het zadel nodig. Ik zit rustig gewoon kool hier zo te hakken. Ja, gooi gewoon even de Michael Jackson of zo. Jongens, als ik kool overhoud, willen jullie dan ook wat? Jawel. Oké. Jawel. Oké, nee, dus oké. Jawel. Ja, maar jij zegt nee. Ja, maar ik ben de baas hier. Wiens server is dit? Ja, dan ga ik die gooien. Ik ga nou een zo'n kind zijn. Ja, ik kik je eruit als je niet oppast. Oh, kijk uit hoor. Ga je kicken. Mijn server. Kik je er zo uit. Tering. Ik zou maar bang zijn voor mij. Tering! Tering. Is dat Pano letterlijk gedespawned nou ik er net naartoe ren? Ja, legit, hij is weg. Dat is pech, paardje weg. Hij is weg! Hoeveel zag ik net in de hoek? Van de 40 of zo? Voor het laatst. Van de 54. Ik heb al bijna 2 stacks kool of zo. Zo, Edo, kom eens hier over waar ik ben. Misschien wil ik dat wel helemaal niet. Dan kijk je uit de server. Wel luisteren naar Jesse, hè? Fix? Jij bent zwart, jij mag niks zeggen. Ik geef je advies. Jij geeft advies, jij geeft bevelen. Ik geef geen bevelen. Je hebt geen toestemming om nigger te zeggen, ze heeft jou geen kaart gegeven. Ja, precies. En jou wel? Ja. Nope. Nee. Jawel, ik heb hem de kaart gegeven. Ja, je moeder. Oh, je hebt ook niet de moederkaart. Zo, jongen, je bent echt wel een beetje agressief voor Jess, Mico, dinges. Je naam is niet belangrijk. Oh. Weet je, ik noem hem echt gewoon elke naam, hè. Ik noemde hem Jess, ik noemde hem Mico, ik noemde hem zelfs Jamel. Jamel? Ja, zelfs Jamel. Dat betekent niet iets goeds, hè, dat ze jou zo noemt. Oh. Je vindt mij op Jamel. Okay. Nee, ja, kijk. Dat betekent dat echt. Ja, dan ga ik wel weer een paar maanden weg. Jamal, actie. Waarom deed je dat überhaupt? Wat? Waarom ging ik zo lang weg? Ja, ik weet de zomervakantie, nou, maar... Nou, weet je... daarvoor was hij al weg. Ja. Nou, nou... Ja, het is Friesland, hè? Hij neemt eerder vakantie. Nee. Even maar kijken. In ieder geval... Maar in ieder geval, het had meer mee te maken dat, hoe heet het, ik was depressie. Met andere vrienden. Je was even emo gewoon. Nee, ik was met andere vrienden. Je was dus gewoon even emo. Je hebt emo. Oh my. Nee, die heb je niet. Die heb ik wel. Je hebt alleen mij. Nee. Ik ben een fake friend. Oh. En Pix praten we niet over, die is gewoon een robot, die is nep. Ja. Die klopt niet. Want je mag mij niet vertrouwen. Dat is een nigger van Wish. Ja. Dus ze is raar gay, dus dat klopt niet. Ze is een foutje. Ja. Ja, zij was van eBay. Weet je ouders het überhaupt wel? Nou. What the fuck was dat? Nou. Ja, Pix, vertel maar even. Even kijken, nee. Ik wil het er niet op. Nee. Nee. Je moet het wel weten. Nee, vertel hem nee. Maar. Ik heb scheppen nodig. Wacht even. Nou, ja, oké. Okay. Momentje, wacht. Nou, ik doe even dingen zachter. Dus, ja, dankjewel. Ze was dus bij de huis... Even scheppen maken. Ze was dus bij de huisarts. Pix, kan je hem nog horen? Ik kan je heel zacht horen, maar ik kan je gewoon horen. Praat. Nou, maar ik wil niet dat ze... Mag het? Ja, hè? Okay, ja, het mag. Oh! Mag het is niet nog? Zo erg. Zeg! Nou, ze was dus bij de huisarts. Toen per ongeluk... hoe heet dat? Weet wat het was? Ik zat dus in zo'n situatie dat ik het wel moest vertellen of zo. Dat ik het wel moest zeggen of zo. Toen? Nou, ze verlinkte zichzelf. En toen? Ja, en toen... Ja, weet ik niet. Toen... Toen weet ik niet.
ja, toen heeft haar moeder het of zo niet opgevangen, gelukkig. Waarom geloof ik dat niet? Nou, ik weet zeker dat haar moeder veel gehad heeft. Ik denk het wel, maar ze had er niet eens over. Dat was nog het raarste. Misschien is ze wel zwaar teleurgesteld. Ze wil gewoon. Daar word je nu ook gepest door jouw ouders. Yes, ze wisten stiekem. Wat? Wist je dat je een chest in een boot kon doen? Nee, ik wist niet dat je gay was, nee. Oh ja, ik dacht dat je al lang wist, sukkel. Jij was de eerste aan wie ik het had verteld. Oh ja. Maar Edo, weet je dat betekent? Wat, dat ze me Jamel noemt? Nee. Wat dan? Jij bent gedeeltelijk gay. Nee. Wat, hoe dan? Als je met een gay iemand hebt gedaan. Lekker voor je. Dan ben je zelf ook gedeeltelijk gay. Oh, dankjewel dat je uit de kast komt voor ons, jongeman. Fix. Vind ik zo aardig. Fix, ik hoop dat je zo hard afgewezen wordt door je crush, hè. Ja, boos. Ik hoop dat die crush je altijd awkward aan gaat kijken. Oh, je bent zo boos. Je kan niet tegen de waarheid. Oh, jongen. Oh, boos. Boos. Ja, zij doet ook zo tegen mij, hoor. Ja, maar dat is wat jij zegt is wel heel anders. Sneeuwaap. Bosneger. Jongeman is boos. Nee, jongeman kan niet tegen de waarheid. Zwarte bosneger. Gefileerde bosneger. Ik zie hier schildpadden. Edo, werk eens door, man. Slaaf. Ja. Hup, bouwen. Nou, hup, Edo. Edo, dit kan niet. Hoezo niet? Kijk dit, hoe dit eruit ziet. We zijn zwaar teleurgesteld. Hoe moet het dan, hè? Ja, niet zo. Dit kan echt niet. Wat heeft hij gedaan? Kijk hoe dit eruit ziet. Het pijn in mijn hoofd. Wat heeft hij gedaan? Nee, laat het zitten. Pix moet nog zien. Nee. Het is al weg. Oh, vertel het maar gewoon. Nee, het gaat naar de doofpot. Okay. Nou, hoe dan? Kijk, zo, dan. Ja, maar dat zit tegen het hek aan. Ja, ja, hoe moet dat dan? Goed, doe het goed. Doe maar. Dit ziet er wel beter uit, tenminste. Kijk, hoe ziet het er van onder uit? Wat? Het valt best mee. Ga uit hem. Kijk. Het valt best mee. Kijk goed, het valt best mee. Ja, een moeder valt. Ach, nee, hier moet nou nog een slap. Ja, zo ja. Ja, kijk. Ja, dit kan. Nee. Edo is getransformeerd. Hij is een furry geworden. Edo, ik zet ons best als dat we daar beneden neer. Wat heb jij toch een lekkere... Wat heb jij toch een mooie kunnen? Nee, joh. Wat? Yes. Edo, kom pitten. Hier, hup. Waar? Oh, ik heb geen beneden. Bed. Ah, keer! Ben je keer? Ah, maar natuurlijk, ze woont natuurlijk altijd in een boom, dus... Slaap nou! Ja, Pix heeft toch geen bed? Bos, jawel, er zit toch een bed, jongen? Nou, maar ik ben niet eens waar mijn bed is. Jij gaat naar je bed nu. Nu, Bos. Oké. Wacht even, ik hak even dit stuk. Ik zit de server. Oké, klein momentje, ik moet even mijn zand oppakken. Oh, nee, geen moment! Nee, grapje. Pix, zullen we gewoon even vrede sluiten? Okay. Zullen we gewoon het neger uitschelden achter ons laten en het beledigen van witte mensen, dat... Hoe moet ik in mijn fucking kistboot? Oh zo. Ja oké, okay, dat gaat dus niet bij jou lukken. Jawel, ik schat toch niet tegen jou? Ik mag dat, ik heb toestemming. Echt? Van haarzelf. Ja. Dat zei ze net. Ja. Als je toestemming hebt, mag je het zeggen. Heb ik toestemming? Anders nee.
Als je maar niet gaat overdrijven steeds. Als ik nou de hele tijd dat zou zeggen, dan wat vervelend. Maar en jij hebt verdiend het niet, want jij hebt het 1000 keer al gezegd. Jongen, we zijn teleurgesteld. Zou ik kijken of je nigger mag zeggen in chat? Nee, kijk of Minecraft dat weghaalt. Zou ik doen? Ja. Als het Dan moet het maar met 1G. Kan dat dan wel? Ja, dat kan wel. Oh, nice. Of geen G's. Nier. 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 Wie zit er nu niet in bed? Edo. Ja, ik wist niet dat ze allemaal in bed lag. Je mag gewoon cocaïne zeggen. Echt? Let's go! Kijk. Cocaïne, ja. Ja. Blijkbaar. Hup, doorwerken, slaaf. Opschieten, Edo. Ik denk dat je binnen moet blijven. Niks. Moet ik nog wat halen? Ik moet tenminste geen basis maken van iemand. Nog, auw. Nog spruiswood. Auw. Nog spruiswood. Oké. Okay. Graag. Ik moet kijken hoe je stoer eruit ziet, man. Spruiswood. Oh, je ziet er echt stoer uit, Farley. Farley, ja. Dat is de vader van Pits. Oh, Henk. Henk. Jongens. Oh, Henk. Waarom is hier een spin? Oh, Henk! Ik dacht dat we peaceful beleefd totdat we het huis af hadden. Ik heb het bedacht. Oh. Nee, weet je waarom ik dat heb gedaan? Ik heb hem op hard gezet omdat je niet in je bed ging. Oh, maar ik ben in ik ben gaan slapen. Ja, weet ik, maar ik heb nou weer peaceful gezet. Yippie! Weet je wat voor... Ik neem deze keer wel gewoon even een extra bed mee. Weet maar nooit. Maar. Voor de zekerheid. Ja, voor de zekerheid. Voor de zekerheidsdienst! Voor die shit, hi! Want ik ga ver weg van mijn huis en ik wil niet. Je weet wel. Je wil natuurlijk niet zeik heil. Ja, dat. Anders ga je de jungle verkennen of wat ga je doen? Ik ga op zoek naar een bloem die ik nodig heb voor Dai. Oh, gaat ze helemaal op zoek naar een bloem? Ja. En ik ga ook gewoon een beetje op avontuur en alles. Een beetje de hele wereld verkennen. Als je Dark ook ziet, ja. Kan je het meenemen? Ja, ja. Ja, want dat hebben we allemaal nodig, namelijk, volgens mij. Ja, kijk, ik ga gewoon een beetje op avontuur een beetje verkennen, alles. Ik heb zelfs een boot met een kist, dus dat is ook weer goed. Dat is met je moeder, Skolammer. I real me, oh Henk! Oh Henk! Oh Henk! Oh Henk! Oh! Oh, I just need myself tonight. So I'll run until I die. Na 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 na. Ooh, I just be myself tonight. Solo fuck until I die. I be myself tonight. Solo ride until I die. Solo fuck until I die. Na na. Jij wil Edo. Shh, Pix. Ga huilen. Shh, ga huilen. Ga huilen. Ga huilen. Dat was vals, als je het door had. Het was echt zo. Ooh, it's just me myself. Let's go, dat is gewoon goed. Fire in my soul. Ah, oeh. Waar krijg je nou weer flint? Met gravel krijg je flint. Ja, maar ik zeg waarom krijg ik flint? Oh, waarom? Oh, ik dacht waar krijg je flint? Ja, maar ik wil geen flint. Dat is het ergste. Wacht, ik ga even omhoog zwemmen hier zo. Dankjewel. Godver, mag ik? Dankjewel. Ik vind het super aardig.
heb jongens, namelijk... ik ga tot 10 uur, oké? Dan ga ik vandoor. Of kwart over 10 uur. Oké. Oké. Kutzooi, even kijken. Naast je flikken. Ah, waar heb ik dat ook niet? Ik vond het gewoon leuk om het te zeggen. Ik rolt zo lekker van de tong. Vieze vuil. Jij stopt stil. Vieze vuil in naast je flikken. Dat is zo aardig. Godverre! Nog een leuk liedje, jongens. Oh, doe loyaliteit. Je denkt loyaliteit. Loyaliteit is niet belangrijk, maar als je kijkt naar mij, zie je wat ik bereik. Loyaliteit! Wat een kut lied dat ook. Doe hem op baas boosted. Doe het baas boosted. Hey, ga huilen. Ik weet niet naar wat voor muziek jij luistert, Hedo, maar... Ik luister er niet naar, maar dat was een hele... dit is een diss track, dit is geen muziek. Dat was een, hoe heet het? Maar wij weten dat jij geen jeugd hebt, dus je begrijpt het niet. Ja, dat is waar. Dat was in die tijd dat hij uitkwam, was dat het meest bekeken songtrack. Echt, mijn hele klas zong het. Echt? Die tijd is niet belangrijk. Belangrijk, maar als je kijkt naar mij, zie je wat ik heb bereikt. Je denkt, loyaliteit is niet belangrijk, maar als je kijkt naar mij, zie je wat ik heb bereikt. Was een gamer meer. Deed het keer op keer. Dan dat is één eer. Edo, deze ken je sowieso. Edo. Oké. Deze ken je 100%. Ja, ik hoor het niet als je. Ja, wacht even, duurt even. Als jij hem zo meteen hoort, dan ken je hem sowieso. Dat moet. En denk je dat ik hem ook ken of wat? Ken je die? Ik heb hem wel een keer gehoord, maar ik weet de naam niet. Nee, die naam weet je ook niet. De school. Je kent hem wel, hè? Ja, wel. Ik ken hem wel. Ja. Ik heb wel een jeugd. Gelukkig. Keek jij ook altijd, ik weet niet hoe dat heet, Kingdom of zo? Kingdom? Ja, dat is Milano of zo. Milano Kingdom. Heb je dat ooit gezien? Voor mij wel, ik kan me heel bekend voor. Milano Kingdom, dat waren die goblins in die berg. Oh ja! En op het laatst was het gereed en toen kwam na een paar jaar kwam, hoe heet het? Kwam hij weer een keer terug. Keer op keer. En hij was steeds meer en meer van, hè. Het is echt slim was. Maar jij bent niet zo slim, want donderdag is donderdag op een donderdag. Donderdag is donderdag bij een donderslag. Weinig vuur, dan is het een domperdag. Want dan is het een domperslag. Maar dat is zijn gewoonte. Daar moest hij views gaan kopen. Hallo, mijn naam is Game Meneer en in Minecraft bouw ik boom. Ja, man. Hey. Je denkt loyaliteit is niet belangrijk. Maar als je kijkt naar mij, zie je wat ik. Kan je stil zijn, papa? Dat zou heel fijn zijn. Loyaliteit is niet belangrijk. Maar als je kijkt naar mij, zie je wat ik heb bereikt. Godverdomme. Loyaliteit. Hallo katje, kat, dat niet van mij is, die ik je taal niet ken. Hallo katje, kat, je bent er, je hebt een dikke kat. De kat liep binnen bij mij, maar oké. Katje, kat. Als je wilt kun je in de pixelkist kijken. Oh. Ik kan terugkomen. Ik ga koekeloer snel. Ja, kijk maar. Wat is dit? Het maar. Het ene is zwaard. Een wit paard. Ik heb zaal nodig nu. Ja, oké. Maar hoe zit het met, hoe heet het? Fuck you.
Edo heeft geen moeder. Oh, oh, oh. Dat mocht niet genoemd worden. ga janken. Waar is de huis? Jezus. Wat moet je? Ga janken, Edo. Jank harder. Jank luider. Laten we je tranen horen. Tranen? Ik zeg tranen. Dan ga je castreren. Trek mijn lul, man. Wat? Wat? Hoeveel pix wil het heel graag doen? Oh, ja. Nee, wat? Wacht even. Pik wil het wel. Even kijken. Elke keer despawnt het paard als ik net het zadel heb. Je moet dan gewoon je zadel meenemen. Ja, dat ga ik vanaf nu ook wel doen. Oké. Okay. Hey, die spant letterlijk een nieuw paard recht voor mijn neus. Nou, chill. Oh, dat paard dat spant voor je. Dit paard is tamte snel, volgens mij weet ik nu al. Want hij rent heel snel terwijl ik hem nog niet eens getamed heb. Kut paard, jongen, tame dan, jongen, hoertje. Hallo. Gillo, motherfucker. Dit duurt lang? Zo hij snel. Vinden jullie dat kasteel in die andere Minecraft server van Mico ook een beetje misvormd? Ja, hij ziet er niet heel. Ziet er niet stabiel uit of zo. Ja. Het ziet er echt uit als een Shrek kasteel. zo'n kasteel met zo'n tyfushoge toren van 100 meter. Oh jee, dit is een snelpaard. Zonder steunpalen of zo. Niks gek is. Oh jezus. Kijk of hij hoog gaat springen. Yes, we gaan het toch wel gewoon delen met de paarden. Pure stilte. Ja, yes, wij doen wel samen met paarden. Ja, maar fik je maar lekker. Ja, die wil een eigen huis bouwen, dat is haar keus. Ja. Mm-hmm. Even kijken. Daar heeft ze voor gekozen. Het is ook niet erg alsof ik dat ook wil. Even kijken. Jij wil niet onze mooie paarden, jij wil met het laagste rang. Ik wil met een ezel op reis. Jij wil met mij, hè? Jongens. Ja? Ik moet weg. Nee. De tyfus homo. Nee. Jesse, als jij nu weggaat, hè? Als jij weer terugkomt, hè? Echt, ik... Ja, echt, dat is volgende week dus. Jesse, echt? Jesse? Waar ga je heen? En naar België. Ja, Belgisch Limburg. Aan de rand van België. Bij België zit er. Edo, wil je een kopje thee, jongeman? Nee, ik hoef geen kopje thee. Edo, wil je een kopje thee? Een kopje thee? Zeg uit tegen je moeder, alsjeblieft. Nee. Zeg dat ik hooi zeg. Zeg dat wij hooi zeggen. Nee. Oh nee, want je zei dat ik op vakantie was vandaag. Oh ja. Heikel. Je zei dat ik vandaag op vakantie ging al. Hé, wat ga je hier kijken? Ga weg, man. Ze wil ons bespieden, of niet? Wie? Moet je heel huis afbranden, als je die staat? Ik brand je heel huis af, hè? Je moet hebben... Hier, kijk. Hé, kom dan. Het Dagoe. Ga weg. Van ons berg. Van de berg. Maar dat is... Maar dat ik geen pickaxe heb, anders kan ik hem nakken. Ja, dat weet ik. Daarom deed ik het ook snel. Wat nakken? Nee, ik heb geen pickaxe. Ja, ze deed een bel. Ik deed met die bel zo... Ik heb wat leuk voor jou. Ja, oké. Waar ben je? Hoe heet het? Ga maar alvast naar de basis. Doe het maar in de kist. Nee, ik ga het je niet geven, maar het is wat leuks gewoon wat ik jou kan... Weg! Waarom? Ik brand je af, hè? Waarom mag ik... Ze maakt je glas. Ik doe letterlijk niks! Ja man. Jawel. Ze molt het. Ja, auw! Ja, ze staat al in de base. Ik viel. Uit de base! Ik heb letterlijk niks gedaan. Van het glas af! Ze staat op je glas te springen. Ik ga ook mooi in haar base staan. Oeh. Ze heeft geen eens een base. Daarom ook. Oh, kut. Oh, mooie iron. Mooie iron. Zeg het weer in jouw base. Hey, mooi 7 iron. Hij nakt jouw iron. Hij nakt jouw iron. Ze komt aan met een iron spaat. Oké.
Ja, ik ben er toch niet, dus... ik dacht het al! Waar de fuck is die mongool? Ik ga hem echt doodslaan. Ik was er niet eens! Ja, waar ben je? I don't care. Je hebt in de maling genomen. Dan ga je ook dood ook. Is volgende week. Oh. Weet je wat jammer is? Dat je niet bijvoorbeeld een server ook aan iemand kan doorgeven of zo. Ja. Gewoon dat je iedereen host kan maken of zo. Ja, maar dat ze gewoon... Dat jullie hem ook zouden kunnen starten. Ja, dan moet je Rions doen, maar ja, ik denk niet dat je geld wil uitgeven. Dat kan wel bij Java. Dan kan je gratis een internal server. Kan je gewoon via internet, kan je gewoon, hoe heet het? Hem online zetten. Ja, maar op de camping heb ik waarschijnlijk echt poep internet, hè? Je denkt loyaliteit is niet Wil je dat ik je sla? Jongen, Dagu. 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 Kijk, hier heeft ze een glasblok weggemapt. Ik heb letterlijk niks gedaan. Hier wel. Waar? Hierzo, is dat nog een glasblok? Letterlijk niet. Nee, letterlijk wel, niet. Nee, ik weet wat ik heb... Nee, die staat daar letterlijk. Ik zweer het jou. Nee hoor. Je zou hem toch doodslaan, zei je? Niet doen! Auw! Auw! Oh. Wacht even. Vind je het erg als ik even vlees ga koken? Jawel! Oké, dan vind ik het. Sorry. Ik wacht even op mijn vlees. Kan je dat niet doen? Ik heb je onderschot. Stop. Ik wil mijn vlees. Je staat hij is bijna gekookt. Wacht. Geef me 5 seconden. Nak het vlees. Nee. De ene gaat dood. Wacht, ik doe even mijn chestpiece af, want je doet me pijn. Jongen, wat wil je slaan? Ga weg! Ik ga je echt... Oeh. Jongen, weet je... Weet je wat ik daarvan vind? Weet jij wat ik daarvan vind? Lig! Zit! Heb jij mijn vlees? Nee. Nee, even kijken. Nee, wat had je erop gelegd? Dit. Beef. What? Nee, dat heb ik niet. Jij mongolistisch! Hey, sla mij niet neer, man. Oh, ga niet slaan! Oh, edel, jongen! Oh! Wil je vechten? Ah! Opflikkeren! Oké, wil je dan? Zijn hier veel meer hommer en zo. Je gaat hier geen kans tegen beginnen. Ik wou je al lang laten gaan. Oh mijn god, gaat hij terugkomen. Sterke zwaarden, sterke hommers, heeft sterke alles. Het vleesje proeft het trouwens wel lekker. Ja, dat ja. Zo. Ik heb nog wat voor je. Kom hier. Het is van rode koeien. Daarom smaakt hij lekker. Kijk, alsjeblieft, krijg je... Oh, je hebt een in je schoenen en je helm zeker vat. Hé, dank je. Boos. Moet je broek ook kapot? Nee. Opflikken. Ik wil jouw schoen. Oh, ze pakt heel veel op. Wacht, wat had je? Oh, dit had je... Kijk. Zelf van je bedspot. Wacht, hier. Had je crafting table? Ja, had ik gedropt hier zo. Ja. Oké. Oh, ging je ook niet weg? Edo, pik je die. Dus kijk, was zelfverdediging. Alles. Ik had... Had jij kool nog? Want ik had volgens mij wat meer kool. Ik heb letterlijk geen kool in mijn inventory. Huh. Ik zeg wel, jullie hebben echt wel mijn hele armen gevenut. Heb jij nog hout? Nee. Ja, ik heb gezegd ga weg, maar je bleef hier. Dat is jij gefout. Ja. Dat kan. Dat deed ik niet. Wil je vechten? Nee, je hebt me al een keer gedood. Je hebt me al een keer gedood. Waar heb je het over? Dat was ik niet. Auw! Ik zit... Ja, Edo. Wat sla je die schaap? Oh, hij schaat jouw slaap. Dat is jouw schaap, die slaat zich gewoon in elkaar. Nee, wat heeft die schaap jou misdaan? Dat hij lijkt op jou.
Oh. Ik ben niet grijs, ik ben zwart. Als je... Ze kijkt in jouw kist, ze nakt jouw spul. Hé, hey, waar is dat spul? Ik zag ze eruit verdwijnen. Alsjeblieft, ik heb het mooi gedecoreerd. Grimmig type. Uit die kist! Edo, ze legt heel jouw kist, de kist op. Oep, hoep. Was ik niet. Moet ik mee helpen met het huis? Ga weg. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Ga alsjeblieft weg, Pix. Waarom? Wat heb ik gedaan? Ik wou even kijken. Je wou me doodslaan toen ik bij jouw huis was. Oh nee, heb je niet. Nee, kijk, dit was rechtvaardigheid. Wat? Huh? Dat klonk alsof Jesse dit deed. Maar dan met een... Wat was dat? Het was een telefoon die een melding kreeg. Huh? Dat klonk echt als... Pix, ga nou eens weg. Waarom mag ik hier niet staan? Anders heb ik je helemaal kapot. Maar waarom mag ik hier niet staan? Jesse, Jesse kom, we gaan ook eng bij haar huis staan, kom. Ja. Bij haar plek bedoel ik. We gaan even naar haar kisten kijken en zo. En we gaan een glas kapot maken. Ja man, een glas. We gaan haar hek kapot maken voor haar. We gaan een mushroomco in elkaar slaan. Ze sloeg mij ook dood, dan hoe heet het? Ja, maar dat... Dan moet die koe ervoor boeten. Ik zou één keer mijn koe staan en ik dood je echt. Ik meen dat. Oh. Ja, wacht even. Edo is een soefuil. Edo, ze heeft ook een vis. Oh. Hier. Aan de kant. Aan de kant. Hé, hey, wacht lekker even. Badderen. Oh, lekker. Badderen. Oh. Is dat binnen? Waarom kan ik het water niet oppakken? Ja, omdat je gewoon fysiek gehandicapt bent. Wie mag ik voor de kop schieten met een crossbow? Nee, zij heeft armor. Zij heeft armor. Welk armor? Waar heb je het over? Welk armor? Ik heb geen armor. Waar heb je het over? Auw. Nee, armor. Ja, armor was toch uit, dus boeien je niet. Wat ren je naar mij? Is Stinky. Hij rent naar huis toe. Jongen, ik ga je in deze emmer stoppen. Oh, ik stop jou in een kluisje. In de fik. Oh, een simpel stuk vuur. Ze heeft geen huis, hè? Nee, daarom zei ik het ook. Oh shit, je bent de huisklus. Ik ben ingebroken in een auto, hè? En mijn jongens. Ja? Wat? Nee. Nee. Wat? Oh, nee. 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 Wat? Nee. 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 Ik weet wat hij gaat zeggen. Wat? Nee. Oh, jij vieze vuile. Nu kan ik er een beetje niet meer in met jou. Ik rende naar jullie huis. Ik wou een grap maken. Jouw dikke vieze vuile. Boos. Edo is boos. Ik heb een tantoe zieke moeder. Oh, jouw moeder is niet ziek. Jouw moeder is gewoon nog heel. Met je pa, Hey, maar jongens, tot ja? Nee. Heel misschien nee. Morgen nog een uurtje, nee. Een klein uurtje. Nee. Maar nu moeten we jou missen. Nu moeten we jou missen in de Ark. Aju. Fijne dag. Nee, niet Aju. Nee, niet Aju. Tot morgen. Niet
Ja, misschien. Niet aan u. Salute. Tot volgende week waarschijnlijk. Oute, salute. Oute, papa, oute. Farewell. Oute, papa, oute. Je hebt geen vader. Oute, papa, oute. Farewell. Oute, papa, oute. Oute, papa, oute. Oute, papa, oute. Hij heeft geen vader. Gaan we nog Ark? Nee. Wat dan? Wacht, ja, kom, we gaan Ark en dan gaan we die rockgolem doen. Doodmaken, oké? Okay? Ja, ik moet hem uitdoen, doei. Mogol. Tem nog maar wat in Ark.
Smash. Smash. Waarom? Ja, ik sluit af.